Prul of praal. Wie maar wilde kon documenten of bodemvondsten meebrengen naar het regionaal historisch centrum in Eindhoven. Deskundigen bekeken of het meegebrachte cultuurhistorische waarde had. Ik heb meegebracht een serie ansichtkaarten, waarschijnlijk uit de Eerste Wereldoorlog. Waarop in het midden, als je de kaarten aan elkaar schuift, het is een serie van 6 kaarten. Als je die aan elkaar schuift, dan krijg je in het midden daar een portret van Wilhelmina in te staan. Prul of praal? Praal. Prul of praal vormde de afsluiting van het project Schatten van Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Een initiatief dat meer mensen moet gaan interesseren voor cultuurhistorie. Een van de voortrekkers is Marcel Duighuizen. Wil je binding hebben met de plek waar je woont? Wil je ook die plek kunnen snappen waar je woont? Gewoon de omgeving leren, ook je omgeving leren waarderen. Dan is het handig om het verhaal te kennen wat bij die omgeving hoort. En dat is in feite cultuurhistorie. Hetzelfde als van belang is dat je weet wie je ouders waren, wie je grootouders waren. Is het ook hetzelfde plek dat je daar ook de geschiedenis van kent? Ik heb hier 3 stukjes steen die komen uit een kuil van 1,5 meter diep uit het Stadswandelpark. Daar waren wij laatst namens de gemeente boomonderzoek aan doen. En daar moest wel voor gegraven worden. En onderuit de kuil kwamen deze dingen. En ik ben benieuwd wat het is. Het kan gewoon van nauwe gootsteen zijn. Zou zomaar kunnen. Prul of praal? Een beetje prul, want dit zijn vondsten die we overal vinden. Eigenlijk die niet zo heel bijzonder zijn. Maar ze zijn wel leuk. Prul of praal bestond uit meer dan het beoordelen van documenten en bodemvondsten. De activiteit Brieven aan de Toekomst diende kinderen aan te zetten tot het schrijven van een brief. Waarin verleden, heden en toekomst elkaar raken. Amira schreef aan Renne, een meisje uit de steentijd. Beste Renne, ik heb in deze brief veel te vertellen aan je. Ik heb allerlei vragen en leg dingen uit van nu. En ik zou je graag over mijn leven willen vertellen. Laat ik maar snel beginnen met mijn vrouw. Hallo, ik ben Amira en ik ben nu 11 jaar en ik woon in Eindhoven met mijn ouders en 2 zussen. Mijn oudste zus is 13 jaar en mijn jongste zusje is 1 jaar en 2 maanden. Toen ik 8 maanden was, ben ik samen met mijn zus naar een pleeggezin gestuurd. Vanwege te weinig geld en ik had gebrek aan voedsel. Nu heb ik een paar vragen voor jou, Renne. Hoe leerde je schrijven als je niet naar school ging? Waren er dinosaurussen in jouw tijd? Heb je veel broers en zussen? Wat voor werk doe je? Wat wil je worden of wat doe je voor beroep? Was er veel oorlog in jullie tijd? Ben je getrouwd? Ik wil later graag archeoloog worden. Ik houd erg veel van avontuur. Maar ik vind het jammer dat het beroep smid niet meer bestaat. Nu zijn er heel veel nieuwe beroepen, zoals advocaat, ingenieur, verslaggever. Heb je nog meer vragen? Schrijf me snel terug. Ik hoor het graag van je. Van Amir Kadouri. Doei, Renne. Terwijl Amira wacht op antwoord, geeft Duighuizen uitsluitsel omtrent prul of praal. Wellicht komt er een vervolg op. Ja, zeker. Dat gaan we ook echt doen. Nee, kijk, geschiedenis wordt altijd heel erg tot iets zwaars gemaakt, laat ik het zo zeggen. En ook op deze speelse manier om te laten zien dat er heel veel lagen in de stad zitten waar je gewoond hebt. Ook in een stad als Eindhoven. Ja, dat is meer dan de moeite waard. Moet ik zeggen, dat gaat voor mijn gevoel ook Eindhoven een keer echt een stad worden.